Wij lazen in de krant deze ochtend, ja, dat zou kunnen dat in de toekomst in woonzorgcentra zoals deze ook robots aan het werk zouden kunnen zijn. Robots? Robots. Dat kunnen we door met de manier. Ah, die kunnen de mensen helpen. Ik heb hier een testrobot mee. Dat ziet er goed uit, hè? Ja, ze ziet er zeker goed uit. Om haar aan te zetten moet je eigenlijk gewoon zeggen, robot Sara, activeer. Robot Sara? Activeert. Zie een keer. Kies je taal. Was is het? Votre langue. Mijn redacteur is een knek gebreten. Kun je Nederlands praten, alstublieft? Hallo, mijn naam is robot Sara. Waarmee kan ik jou van dienst zijn? Wilt je dat kussen even lekker opschudden? Zie ik je. Robot Sara, stofzuig. Ongelooflijk, hè? Dat moet je doen, hè? Hou je van muziek? Ah ja, van muziek houd ik. Die kan dus alle muziek afspelen. Alles wat je maar wilt. Ja. Maar de stijl in de tijd was de jazz, hè? Een beetje experimenteel precies, hè? Ja. En ze kan lang spelen ook. Want je weet dat jazz, dat kan lang duren, hè? Is het mooi? Ja. Ja, oké. Oei, ja. Batterijen! Oei, kijk, ja. Ik ga die kabel, die ligt bij mij in de auto. Ik ga die rap gaan halen, dan kunnen we haar opladen. Is dat goed? Ja. We zijn zo terug. Tot straks, hè. Ja. Kan je dat kan nooit. En dat spelletje zo mooi in haar gestoken. Woed. Woed, 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 woed. Tong. Voilà. Ik heb al een keer gevoeld aan haar beentje. Ah, oei, ze zit een beetje nog in leven. Ze zal nog een beetje batterij zijn misschien. Deze robot is ook goed voor in de omgang. Ja. Om mee een gesprek te voeren of zo. Ah ja. Dus vraag maar iets aan Sara en zij zal antwoorden. Robot Sara, wat gaat er gebeuren deze avond in thuis? Simon en Frank hebben een gesprek aan de ontbijttafel. Robot Sara is een beetje... Haar batterij is af, hè? Ah wel, maar daarom is het misschien denk ik... Kijk, maar Robot Sara... Ah! Sorry. Robot Sara is een beetje aan het...